Goedemorgen, welkom bij deze Markets Update van BNP Paribas Markets. In de VS reageerden beleggers tijdens de sessie teleurgesteld vanuit Jackson Hole. Liet een aantal Fed-bestuurders weten nog geen beeld te hebben bij een verdere rentedaling. Vandaag zal Fed-topman Jerome Powell nog een speech geven. Boeing trok ondertussen fors aan na berichten dat binnen 4 tot 6 weken er een certificatievlucht kan plaatsvinden. En daarop mogelijk ook de hele vloot weer de lucht in mag. Tussen Japan en Zuid-Korea lopen de spanningen weer verder op, nu Seoul geen informatie meer wil delen met Tokio over ballistische activiteiten van Noord-Korea. De landen zijn al maanden in een handelsoorlog verwikkeld en beide landen liepen de defensieaandelen wel op. In Amsterdam opent de beurs vanmorgen onveranderd tot een fractie hoger. ASR wist de analistenverwachtingen te overtreffen. Over het eerste half jaar werd een operationeel resultaat van 460 miljoen behaald, waarbij zowel leven als schade bijdroegen aan het resultaat. Hoewel de solvabiliteit iets daalde van 197 naar 191%, was dit beter dan verwacht en het interim dividend wordt vastgesteld op 70 eurocentjes. Adyen reageerde gisteren verrassend negatief op de toch wel fraaie cijfers. Achteraf bleek nog een reden. De twee oprichters verkopen samen bijna 500.000 aandelen bij institutionele beleggers. Met de zojuist afgeronde verkoop vangen ze samen ruim 300 miljoen. Op de agenda vandaag kleine cijfertjes industriële productie uit België om 11 uur. En ondernemersvertrouwen ook uit België om 3 uur. Nieuwe woningverkopen uit de VS zien we om 4 uur. En bij de dividenden vandaag Aegon ex-dividend 15 eurocent. En Umicore 37,5 eurocent. Dan hebben we 27 augustus Wolters Kluwer 39 eurocent. ASR gaat 2 september ex-dividend en dat is dan 70 eurocent. En maandag is er weer een markets update van BNP Paribas.